Yo mensen, Jaraske hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe City Skylines aflevering hier op mijn kanaal Jaraske Plays. Vorige aflevering gisteren hebben we natuurlijk de 28.000 inwoners gehaald en de stad loopt nu gewoon lekker. Dus als je deze serie leuk vindt, rand natuurlijk zoals je kaart hebt blijkt op, dat helpt mij enorm. Ik hoor een ambulance in mijn oor of een politie of wat ook mag zijn. En dit hebben we gebouwd in de vorige aflevering, kantoorruimten. Die kunnen natuurlijk altijd uitbreiden mocht het mogelijk, mocht het moeten. Op dit moment is dat niet nodig. En we hebben een nieuw stuk land vrijgespeeld, dus dat ga ik dit stuk land erbij kopen. En daarom moeten we natuurlijk deze twee erbij kopen. Ik ga even kijken op de kaart. Dan kan ik kiezen uit één. Ik wil eigenlijk deze bij hebben. En daarna deze twee. Ja, die twee moet ik tegelijkertijd halen. Ja. Oké, dan proberen we nu deze erbij. Bam! Hoppa! En dan hebben we een mooie rechthoek als ons land. We hebben ook, omdat we de 28.000 inwoners hebben gehaald, een haven vrijgespeeld. Dus ik moet even kijken, want die hebben we nog nooit neergezet namelijk. Hoe we die haven gaan neerzetten. Kan die gewoon hier? Oh, kijk. Oh, dat is chill. Dan kan hij gewoon direct verbonden worden met de stad. Oké, nice. Dan kunnen we gewoon hierheen neerzetten. Zo, bam. En hier moeten we later ook nog één neerzetten. Alleen dat kan nu nog niet, omdat we dat stuk land nog niet hebben. Jij hebt nog geen water. Oh, sorry man. Moet ik juist even water geven dan? Hier heb je water. En hier heb je nog even stroom. Nu voor nu even. Dit is dus een harbor. En dan moeten we eigenlijk ook een cargo harbor hebben. Alleen nu denk ik dat ik het beste hier... Even denken hoor. Ik denk dat ik het beste hier kan neerzetten. Ik zet hem wel na... Even kijken, want die cargo... Je moet daar... Daar en hier komt... Winkels. Ik zet die wel hier neer, ja. Ja, hier. Oké, okay, top. Zo, klaar. Top. Dan wordt dit dus gewoon een haven. Die moeten we dan even gaan verbinden met de stad. Zodat er natuurlijk ook mensen naartoe kunnen komen. En dan kunnen we op die manier meer inwoners lokken. En dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen. Even een mooi kronkelweggetje pakken. Hoppa, kijk eens aan. Oh, verkeerde weg. Oh, sorry hoor. Zo. Oké, okay, jij is nog niet verbonden nu, dat weet ik. Dat heb ik gedaan namelijk. Maar nu wel. Jij hebt weer stroom hoor, jongen. Alsjeblieft. Dus we kunnen hier nu mensen heen en weer rijden. En later verbind ik hem ook nog deze kant op. Hier met de stad. Want hier komt natuurlijk de stad ook nog te staan. Maar deze werkt dan. Ik weet niet of er al mensen gebruik van gaan maken. Dat is nog even afwachten. Jij hebt ook nog stroom nodig, dus dat fix ik voor je. Alsjeblieft. Even kijken of er al mensen gebruik van gaan maken. Komt hier een boot aan? Dat is een cargo ship. Daar heb je dus niks aan. Je hebt ook nog geen water. Oh ja, sorry man. Zo, nu wel. Maar we moeten even kijken wanneer er een... Kijk al die scheids, jongen. Die scheids verdwijnt heel langzaam. Wanneer er een... nou, we zien vanzelf al wanneer dit gebruikt gaat worden. Ze kunnen het in ieder geval als ze willen al gebruiken. Dus het is al mogelijk. Oeh, kijk, er rijdt wel iemand naartoe. Oh, wat ga je doen? Ga je daar parkeren? Oh, daar lopen ook al mensen. Ja, hij parkeert er. Oké, daar gaan dus al mensen gebruik van maken. Oké, top, top, top. Dan wil ik even een boot zien aankomen, jongens. Komt er al ergens een boot aan? En dan wachten we nog even. Ik wil het even zien namelijk. Ik wil even zien dat de mensen de boot ingaan. Deze is nog niet in gebruik. Kunnen ze wel met elkaar verbinden. Dat wel. Dus dat doe ik dan ook maar eventjes. Zo. Kunnen ze deze namelijk ook al gebruiken. Mocht dat... al gebruikt willen worden. Oké, okay, daar komt hij aan hoor. Daar komt hij aan hoor. Het moment van de waarheid jongens. Hij past hier eigenlijk wel die brug onder. Even zonder grap. Oké, okay, hij past er niet onderdoor. Hij gaat er gewoon doorheen. Oké, okay, waarom ook niet, jongen? Waarom ook niet, jongen? Mip, mip. Gaat hier aanmeren dan? Kom op. Even doorvaren. Oh, oh, oh. Ja, hoor. Ja, hoor. Ja, hoor, jongens. Daar komt hij. Daar komt hij. Woe. Woe. En aangesloten. Hoppa. Zie je ook mensen erin gaan of niet? Hoeveel mensen gaan erop? Zat er net 9. Oh, ze zijn juist mensen afgegaan. Oh. En nu moet hij weer omdraaien. En dan hoppatee, dan gaat hij weer terug. Oké, okay, nice. Die werkt dus goed. Het afval wordt hier niet opgehaald. Nu wel. Oké, okay, dat duurt eventjes. Oké, okay, dat loopt goed. We hebben nog meer industrie nodig.
Ja, ik denk dat ik deze dan ga uitbreiden. Het is hier wel echt kapot druk al, jongen. Holy shit. Dus in ieder geval, er is genoeg werk. Dat staat sowieso al vast. Ik kan niet verder, man. Ik heb dat stuk land nog niet. Zo. Oké, top. Dan kunnen hier nog extra gebouwen worden geplaatst. Zo kloten, man. Ik had dat stuk land nog niet. Hier wil ik er wel zo snel mogelijk bij kopen. Even kijken. Wat is onze volgende achievement die we nodig hebben? 38.000 inwoners krijgen weer een nieuw stuk land erbij. 38.000. Dus er moeten we nog 8.000 bij. Dat moet wel goed gaan. We krijgen nog steeds inwoners erbij. Terwijl ik geen huizen meer bouw. Dus dat zit allemaal goed. Nog even hier wat werk. Gelegenheid bouwen. Bam. Alsjeblieft, jongens. Gaan we werken. Dus het loopt nog steeds lekker. Het loopt nog steeds goed. Kijk hoe snel ze gaan bouwen, jongen. Holy shit. Ze willen echt werken gewoon. Zit dit al allemaal vol dan? Ja. We hebben eigenlijk zometeen ook dit niet meer echt nodig. Dit stuk. Omdat zometeen iedereen, als ze slim worden, natuurlijk hier gaat werken. Want als je hier kijkt, kijk maar. Educated 2, well educated 2 van de 3 en highly educated 2 van de 1. Dus er zitten meer... Dus er zitten hoog opgeleide, waarvan er eigenlijk maar één baan is, zit er gewoon twee van in. Ja. Ja, ja. Dus kijk maar, hier. Uneducated, dus als je niet opgeleid bent, kan je hier ook niet werken. Dus daarom is dit natuurlijk belangrijk dat we hier gewoon werkgelegenheid creëren. En dat dit eigenlijk vanzelf een beetje ophoudt. Het is nu nog hier kapot druk, maar ze moeten allemaal gewoon nog opgeleid worden. Zodat ze natuurlijk hier gaan werken. Dat is in ieder geval mijn doel. Ik zal het wel altijd laten staan, dit. Puur omdat als er domme mensen komen en als er jonge mensen komen, dat ze gewoon nog kunnen werken. Maar op dit moment zit het wel goed zo. Dit loopt ook lekker. Ik zal nog even wat extra huizen gaan neerzetten, mochten er mensen willen gaan wonen. Hoeft natuurlijk niet, dat is hun eigen keuze. Maar het kan wel. Zo, nog even wat vakjes gevuld. Ik wil hier een unieke building hebben staan, jongens. Oh, wow, wow. Die is een beetje te groot. Wow, die ook. Oké, die... What the fuck is dit dan nou weer? Wait. Waarom is alles zo groot, man? Holy macaroni. Wat is dit? Wat is dit? Mary Bay Resort. Kan die niet gewoon hier ergens aan? Alles is zo groot, man. Kan die hier niet? Kan deze hier niet? Ah, jammer. We bouwen wel even iets kleiners, want alles is te groot namelijk. Wat is dit? IKEA. Nee, we hoeven geen IKEA. Ik vind het leuk, maar we hoeven geen IKEA vandaag. Even kijken, hoor. Hier de stad. Hier staan er al een paar van die unique buildings. Ik kan eigenlijk wel een fucking grote hier gewoon nog neerzetten. Even kijken hoor. Eigenlijk moet er hier nog eentje. Hier staat er namelijk nog geen één. Maar gaat het me lukken om... Oeh. Ik kan hem eigenlijk hier neerzetten. Maar dan moet even dat parkje... Oh jee, je parkje. Parkje, kijk. Jij gaat even hier zitten zo. Bam. Ja, blijf daar zitten. Blijf daar zitten. Dan zet ik deze namelijk hier neer. Bam. Hoppa. Zo, de knetter. Dit ding is groot, gek. Wat is het eigenlijk? Transport Tower. Oké. Jullie mogen er weer naast gaan wonen als je dat wil, jongens. Dus bouw je huisje maar weer op. Oké, we verliezen nu wat inwoners omdat ik hun huis heb verwijderd. Nou ja, niet mijn probleem. Misschien ook niet hun probleem, dat maakt mij niet zoveel uit. Alleen, ik wil hier ook nog een unique building hebben. Oh. Ja, dit ding brengt geluidsoverlast met zich mee. Daarom wil ik hem niet echt in de woonwijk plaatsen, zeg maar. Maar hier kan hij niet staan, man. Kan hij hier niet? Oh, ja. Yeah! Fuck yeah! Oké, chill. Kijk, iedereen is blij. Nou ja, sommige mensen zijn blij. Want dit ding brengt geluidsoverlast met zich mee. Omdat er natuurlijk... Wow, jongens, kijk uit, hè! Gaan jullie nou met z'n tweeën... Ik zeg niks. Laat ze maar gaan. Ze hadden er zin in, maar ik zeg helemaal niks. Wow, het is hier druk, man. Oh, komen nou al die tractors hier?
Oh nee jongens, dat was niet de bedoeling. Motherfuckers, dat was niet de bedoeling. Sluit dit fucking ding, sluit dit fucking ding. Stoppen. Mijn golen. Jezus. Dat was niet de bedoeling, man. Jongen, 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 jongen. Die moeten we even anders gaan connecten, jongens, dit ding. Dat weet ik in ieder geval wel. Ja, want deze gaat sowieso hier zo onderdoor lopen. Dat... Oké, dit staat sowieso vast. Die gaat zo lopen. En deze die gaat ook even zo lopen. Alleen, ik kan die wegen niet omdraaien, man. Dat is zo kut. Dat ik ondergronds niet. Dus ik denk dat ik ondergronds die wegen niet van richting kan laten veranderen. Nou, zo kan het ook. Oké, dan ligt dat. We moeten eigenlijk dus een snelweg hier naartoe zien te verbinden. Dus deze moet boven de grond hier uitkomen. Oké. En dan moet hij hier weer onder de grond gaan. En dan komt hij, dan laten we hem hier wel weer verbinden. Oké, dan moet je hier weer onder de grond. En dan moet je ook onder de grond blijven. Oh fuck, nu zit hij niet geconnect. Ah, kut. Nee, dat was dus niet de bedoeling, jongens. Dat denk je zelf denk ik ook wel door. Ching, chill. Oké. Oké, 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 oké. Oh, serieus? Ik heb hem toch niet verkeerd gedaan, toch? Of wel? Uh-oh. Uh-oh. Welke kant gaat deze weg nou op dan? Oh, fuck. Heb ik nou... Nee, ik heb hem toch... Oh, jawel, ik heb hem wel verkeerd gezet. Dat is waar ook. Kakkies, kakkies, kakkies. Hij staat verkeerd om, man, die weg. Sorry, mijn schuld. Zo, oké, nu niet meer. Oké, top. Dan kunnen we... Oh, het vel wordt niet opgehaald. Nee, ik vind het heel logisch dat het vel niet wordt opgehaald. Je fucking staat er als een Mongool, man. En dan moeten we nu twee afritten hier krijgen. We moeten één afrit er... Wacht. Ik zet hier gewoon nog een extra harbor neer. En dan hoop ik dat het goed gaat uitpakken, maar dat zien we vanzelf wel. Dat zien wij snel genoeg. Oké, dan moeten deze wegen met elkaar worden verbonden. Zo. En dan moet deze er hier op gaan. Ja, dat gaat dus niet lukken. Ik weet niet of dit gaat werken, maar dit is in ieder geval mijn plannetje. We rijden nu gewoon een rondje en dan komen ze er hier weer op. Ik weet echt niet of dit gaat werken, jongens. Dit is ook maar gewoon random wat ik nu heb gedaan. Oh, die fucking, dat ding zit gewoon onder water. Maar oké, maakt niet uit.
Oké, we gaan. Dit is het moment van de waarheid. Het vel wordt niet opgehaald. Maar gaan er auto's hier komen? De ja of de nee? Het stond namelijk net hier helemaal vast daardoor. Dus ze gingen al die tractoren gingen hier langs. Maar ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Oh, kijk, daar komen ze hoor. Daar komen ze. Oké, daar gaan we. Ja, ik wacht. Ik moet serieus dit land eigenlijk ook hebben, man. Serieus, want dan kan ik hier gewoon twee harbors neerzetten en direct connecten met dat, zodat niks anders er last van heeft. Dus ik heb nu... Oh, maar dat is eigenlijk... Oh, dan moet ik als volgende land dit stuk land komen, want dan kan ik hier twee van die kutdingen neerzetten en meteen daar direct mee verbinden. Ja, dat is een goeie. Want je ziet het wordt hier nu alweer lekker druk, want iedereen gaat hier naartoe komen. Dat is een goeie. Oké, dan ga ik in ieder geval... Wanneer kan ik dat? Hoeveel inwoners was dat? 38.000. Oké, bij 38.000 koop ik dit stuk land hier. Dan kan ik namelijk hier die harbors verbinden, toch? Ja. Kijk maar. Oké, chill. Dan wordt dat onze nieuwe tactiek. Dit is al lekker volgebouwd. Alleen hier nog niet. Serieus, hebben we nog meer fucking... Dit staat al helemaal vol, man. Hebben we serieus nog meer nodig, hè? Dan bouw ik het maar lekker voller, hè? Ik kan tot hier zitten, dus... Sorry hoor, jongens, als jullie nou even wachten... Even geduld hebben, jongens. Fuck, serieus. Eén grote faal was dat, maar oké. Zo. Hoppa. Nieuw. Wacht, we kunnen het veel makkelijker doen. Nieuw. Even water aanleggen, want anders gaan ze weer zeuren. Hebben we geen water, Jan? Je weet het. Kijk hoe snel ze gaan bouwen, jongen. Hoeveel kantoorruimte hebben we wel nodig, jong? Veel te veel, jong. Komt weer niet uit, hè? Alles wat ik doe, komt gewoon niet uit op een of andere manier. Oh, wat, kan je hier nog onderdoor zo? Nee? Oké, fuck jou dan. Jij wel, hè? Ja. Zo. Als we nu niet genoeg ruimtes hebben, dan weet ik het ook niet meer, hoor. Dit moet meer dan genoeg zijn, in ieder geval. Nou ja, je weet maar nooit wat ze gaan doen allemaal. Dus bam, alsjeblieft. Oké, jullie mogen het zelf uitzoeken. Ik zal nog wat parkjes bouwen, want anders gaan jullie weer zeuren dat jullie geen parkjes hebben. Ja, we hebben geen parkjes. Nee, dat bedoel ik dus. Dan beginnen jullie al. Ja, we hebben nog steeds geen parkjes. Nee, hou je mond. Ja, nog steeds. Hou je mond. Nu hebben jullie wel parkjes. Niet meer zeuren. Stop met zeuren, jongens. Het is over en uit met de pret. Oké, zo. Als jullie genoeg officers hebben, dan weet ik het ook niet meer. Oké, chill. Dan staat dat in ieder geval goed. De wegen lopen goed. Hoe zit het nou hier dan? Ah, dat wordt lekker druk, man. Hé, jongens, succes, hè, hier. Hé, succes, jongens. Jullie mogen het zelf uitzoeken. Want ik zal de stoplicht even weg. Oh, die staan er nog ineens. Zullen ook allemaal naar deze. Hier zit nog een harbor, hoor, jongens. Oh, die komt er weer een, hoor. Hoppa. Zo, dat hele schip wordt naar binnen getrokken. What the fuck? Oh, het zal wel, joh. Kijk hoe druk het hier is, man. Waarom komt er een ijskoude fucking hotdog truck hier in het... Oh, oké, never mind. Kijk hoe druk het hier is, man. Ah, hij gaat soepel hoor, jongens. Hij gaat lekker. Hij gaat soepel, hij gaat goed. Eigenlijk moet ik er één richting van maken, dus we gewoon door kunnen rijden. Wacht even hoor. Ik moet het even oplossen, jongens, want dit slaat helemaal nergens op nu. Zet hem eens even op pauze, want dit is echt te erg gewoon. Zo, dan maar even zo. Oké, hopelijk gaat het nu beter. Oké, hoe gaat het nu, jongens? Loopt het nu beter door? Ik hoop het wel. Ja, oké, het loopt zo al beter. Dan moeten we het hier ook hetzelfde doen.
Andere kant moet nog hetzelfde, jongens. Je wordt echt fucking random hier, hoor, maar... Nou, als ik dit niet mooi heb opgelost, dan weet ik het ook niet meer. Het ziet er niet uit, man. Het ziet er niet uit. Building is on fire. Oh, fuck. Oh, kregen we dat ook nog eens? Oh, shit, man. Oké, okay, hier, hier, hier. En dan krijg je je eigen brandweer, kazerne ding, centrale. Zo, oké, okay, top. Wauw, man. Wat de mongols. Facility is full. Wat is full? Oh. En dan moet ik die even gaan legen, man. Legen maar. Leg deze dan ook. Dat gaat namelijk naar de cemeteries toe. Hoeveel hebben we er daarvan? 1, 2. Hier ook nog één. Ik zal er hier ook nog eentje plaatsen. Zo. Je hebt geen water. Oh, dat ben ik vergeten. Sorry. Sorry hoor. Ik kan niet overal denken. Niet zo zeuren nou, jongens. Kom op. Hier, kijk. Tada. Oké, okay. We hebben 800.000 inwoners. We verliezen wel wat inwoners op dit moment, maar dat kan natuurlijk gebeuren. Dat maakt verder niet uit. We hebben alleen nu nog... Wij hebben nu nog winkels nodig. En die ga ik hier bouwen. Okay, dit worden onze winkels, jongens, hier. Oké, zo. Dit wordt winkelgebied. Dan trekken we wel even die snelweg een stukje door. Oh, die snelweg kan ik daarmee verbinden, joh. Oh! Oh, dat is wel sexy. We hebben nog een extra puntje hier. Weet je wat? Dat komt later wel, want ik wil het namelijk op een andere manier doen. Dus dit leggen we gewoon even zo neer. Hop. Hop. Dan vullen we dit even op. Met wat wagen. Ziet er nog best wel sexy uit ook. Hij zit net niet goed, man. Hij moet ietsje opzij. Daar, ja. Nou, nu zit hij ook niet goed. Fuck it, dan doen we het wel op die andere... Dan doen we het wel op die andere plek. YOLO. Het laatste stukje kan net niet gedraaid worden, hè? Althans. Maar waarom kan je... Fuck it dan maar zo. Hoppa. Oké. Okay. Dan worden dit winkels. Ik gooi het gewoon in één keer helemaal vol. Dan zie ik vanzelf wat er gebeurt. Ik weet niet of het goed gaat uitpakken, maar dat zien we vanzelf wel. Nog even afritjes maken. Wat, we kunnen gewoon ook een afrit hier maken, joh. Waarom moet ik doen als het ook makkelijk kan? Hoppa. Hoppa. Zo kan het ook, klaar. Klaar, we moeten het later nog even wat beter neerzetten, maar... Op dit moment is dit het eventjes. Jullie hebben nog geen water, dat klopt, dat ben ik nog vergeten. En jullie hebben nog aan elektriciteit, dus dat zal ik ook nog even fixen. Zo. Ja, we komen er wel. Zullen we nog even wat parkjes neerzetten? Oh, wacht, ik zal wat parkeerplekken neerzetten. Hop. Hop. Parkeerplaats, nog even een parkje erbij. Bam. Bam, klaar. Yo, genoeg. Genoeg, het is over met de pret. Jullie hebben nog steeds geen water, er is mijn water op. En mijn water is helemaal... Oh ja, ik moet hem natuurlijk wel verbinden.
Sorry, hier, nu hebben jullie wel water. Sorry hoor. I'm sorry, my friends. Oké, dan hebben we hier winkels. We moeten nog alleen even stoplichten weghalen. Want die hoeven wij niet. Zo. Op dit moment kan het nog zo staan. Dan voegen ze hier in en voegen ze hier weer uit. Later kan dit niet meer, omdat ze hier later niet meer kunnen omdraaien. Dus later moet er ook nog een uitvoegstrook hier naartoe worden verbonden. En een invoegstrook vanaf deze weg hier naartoe. Dus dat hoeft nu nog niet. Later wel. Dus we kunnen het nu nog even zo laten. Dan hoeven we er ook niet meer moeite in te steken. En dan hebben we genoeg winkels. Kunnen mensen ook niet meer zeuren. En dan loopt alles lekker. Hier zie je alle boten gaan. Het is hier alweer wat minder druk, zoals je ook wel ziet. Zij is ook mooi. Dan is het hier hopelijk ook wat minder druk. Nou, oh, nou wacht, ze voegen hier natuurlijk weer in. Oh, dat is waar ook. Dus dit blijft gewoon even druk. Dat komt op neer. Ja. En dan loopt alles lekker. Jup, dat was hem weer. Mensen, ik hoop dat jullie weer hebben genoten van deze aflevering. We hebben de havens neergezet, zoals je kunt zien. Dit hebben we een beetje raar neergezet. Dat gaan we nog oplossen. Dit staat gewoon goed. Dus lekker. Hoeveel passagiers al? 85 al. Nou, chill toch. Alles meegenomen. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten. Kijk uit dat jullie niet tegen elkaar aanvaren. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Mocht je nou hebben genoten, dan natuurlijk zoals je kijkt, een like op. En dan hoop ik natuurlijk jullie ook weer te zien bij de volgende aflevering. Dus tot de volgende keer weer, mensen. Bye bye.